Welkom bij deze nieuwe video. En in deze video wil ik het hebben over een opmerking dat ik vanmorgen had gelezen van iemand die zo zei: ja, maar ik ben nuchter en ik heb daar geen begeleiding voor nodig. En dat is eigenlijk een opmerking dat ik doorheen mijn 12-jarige nuchtere carrière al regelmatig eens gehoord heb dat mensen fier zijn dat ze het alleen kunnen. En op zich is ze daar niets mis mee om zonder hulp nuchter te blijven. Maar het is eigenlijk interessant in je leven om net de hulp en de tools dat je krijgt in je omgeving, om die net in te zetten. En als mensen dan soms zo zeggen van ja, maar ik ben fier dat ik dat zonder hulp doe, ja, dan denk ik altijd bij mijn eigen, amai, dat is jammer. Dat is eigenlijk een gemiste kans. Doordat ik nuchter ben geworden in 2011, ik heb eigenlijk sindsdien niet anders gedaan dan mij laten omringen door therapeuten, psychologen, coaches, mensen die het allemaal veel beter weten dan mij, mensen die, in mijn geval dan had ik het altijd moeilijk om met mijn emoties om te gaan, met wat ik voelde, om mij daarin te laten begeleiden. Dus soms is het interessant om te gaan onderzoeken net van, ja, wie kan er mij bij een bepaald proces gaan helpen? En doordat ze mij helpen, dat ik eigenlijk een soort van snellere weg vind om iets te doen. En dat is ook iets in mijn nuchtere carrière. Als ik ergens iets wil bereiken, ga ik dat zelf uiteraard proberen. Maar ik ga ook inderdaad kijken van welke mens heeft die weg ook al bereikt. En wat kan ik leren van die persoon. Dus de boodschap van de video vandaag vooral is van, sta open voor hulp. Nieuwe inzichten kunnen u soms veel sneller van punt A naar B brengen dan als je het effectief allemaal zelf alleen wilt doen. En probeer ook een bepaalde trotsheid soms los te laten. Het is mooi om iets alleen te kunnen, maar mensen zijn er voor elkaar te helpen. Mensen zijn er voor elkaar te ondersteunen. Als er iemand hulp aan mij vraagt, ik sta te springen om die persoon te proberen helpen. Dus mensen krijgen ook energie van elkaar te helpen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal zaken die je kunt meepakken. Dus laat die trots een beetje los. Sta open voor hulp. En geniet ook vooral van het nuchter leven. Want ik heb dat ook al in andere video's gezegd. Stoppen met drinken is fantastisch. Dat is zeer goed. Maar een nuchter leven opbouwen, nuchter met je emoties leren omgaan, nuchter met stress leren omgaan, daar hebben we eigenlijk ook gewoon ergens wat hulp voor nodig. En ik heb altijd, ik sta er ook open voor, ik heb er altijd hulp voor gevraagd aan therapeuten, mensen. Dus ik zou zeggen, als jij voelt dat je nog met bepaalde dingen struggelt, vraag hulp. Je mag ook altijd een mail sturen naar mij, maar probeer ook die dingen aan te pakken. En er is niets mis met je te laten begeleiden naar een betere persoon gewoon. Ik zou zeggen, super veel succes.